Yo mensen van een gamekanaal, het is weer tijd voor een nieuwe Survival Island met Timo. En vandaag gaan wij even kijken wat we gaan doen, want vandaag gaan we eigenlijk verder met iets anders. Ik wil eigenlijk verder gaan met het netherhuisje. Dat kunnen we misschien ook wel doen, maar ik wil eerst even wat anders gedaan hebben en daarvoor gaan we even naar beneden. Want dit is wel echt heel speciaal. Kijk, die kelder daar zo, die is een beetje outdated. Dus ik ben hier offline geweest te graven en ik heb alvast een beginnetje gemaakt aan, jawel, de nieuwe kelder. En ja, hier staat even een kist, want ik heb hier 20 kisten. En dat is voor, ja, dit doet nog niks. Dat is voor hier zo. Hier komen het ook eens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kisten in totaal komen hier te hangen. En dit is volgens dat grappige, gekke systeempje wat ik eerder had gemaakt bij Swag Swag. Hier dit systeem. Tenminste, zoiets moet gaan worden. Kijk, dat zal nooit gebeuren, maar hier zo. Met deze dingen zo. En dat heb ik dus gedaan met een pressure plate. In plaats van een lever. Maar dit gaat er dus komen. En in plaats van dit hier zitten er die gekke, hoe heet die dingen? Locks? Ja, locks. Goed, terug. Naar Survival Island. Ja, ja. Kijk. Dus die komen hier. Daar ga ik dus... Wacht. Want ik wil dus eigenlijk eventjes dit systeem gaan maken. En dit is trouwens best kut, want hier zit een cave onder. Dus ik wil dat systeem gaan maken, maar daar heb ik dus even fucking veel rest over nodig. En nou weet ik uit mijn hoofd even niet meer of ik ze heb. Plus ook sticky pistons. En dan moet ik even kijken hoeveel. Maar dat zijn er best veel. En ik heb geen slijmbals. Dus die moet ik dan sowieso even gaan inspannen. En ik weet even niet meer hoe je sticky pistons... Maar waar heb ik dat ding gelaten? Nee, waar heb ik die crafting guide gelaten? Of heb ik die weggedaan? Ah, fuck. Nee. Oké, goed. Maar ik wil even kijken voor de redstone. En dat hebben we hier nog. En ik kan me herinneren dat we in die kist daar beneden ook nog fucking voor redstone hadden. Hier zit, en we hebben smoothstone nodig. Oftewel stone bricks. En die hebben we nog een paar. Want daar moeten van die trappen van gemaakt worden. Nou, hier kunnen we het ook nog mee doen. Ja. Nou ga ik toch even cheaten. Want ik moet eerst even kijken voor hoeveel pistons ik nodig heb. Want dat zijn er nogal wat. Uit mijn hoofd. Dat is 2 per keer. Nee, 4 per keer. Dat is dus 4, 8, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, zoiets. Nee, ja, wel 20 ook, ja. 20 pistons. Dus dat wordt de 20 slijmballs. Nou, game mode 1. Sorry mensen, sorry. Slimebal. Nou, en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toch, je hebt er 1 nodig per piston, ja. En dan cheat ik nog even hoe is zo'n ding? Crafting guide. Want die ben ik vergeten hoe je die moet maken. Oké, cheat is voorbij. Hahaha, ja, niks gezien. Poepoepoepoedoe. Oké. De crafting guide. En dan zoeken we piston. Sticky piston. Daar moet je piston voor hebben. En piston maak je zo. Dat moet lukken. En daar heb ik dus ook 20 voor nodig. En oké. Dat wordt dus 20 cobblestone. 20 iron. 20 dat. Oké, wacht. Dat is een flinke opgave. Maar dat maakt niet uit. Een uitdaging is altijd vet. Ik zit eigenlijk te denken, hè. Ik ga dit gewoon zo ver doen. Zo ver mogelijk doen. Oh, hier heb ik al 20. Oeh, dan zijn ze wel ver op. Ik ga het zo ver mogelijk proberen te filmen. En dan op een gegeven moment komt er natuurlijk dan zo'n speedbuild. Maar dat weten jullie wel, hè? Goed. Want ik wil nog niet te snel doen, zo'n speedbuild. Want we zijn er maar net begonnen. En dan is dat toch een beetje te snel, vind ik. We moeten er... Wacht eens even. Kut. We moeten er 20 per keer zitten. En 3. Toch, ik heb 20 pistons nodig. Shit, hé, dat is fucking veel. Had ik even beter bij moeten nadenken toen ik dat design wilde pakken. Oh, dit zijn er 19, oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klik. Oh, er zijn te veel. Ah! Nou, hier kun je wel een aantal van die slabs uithalen als ik zo kijk. Maar hier, 1, 2, oh, dat moet er ook. Dat gaat niet passen. Al wel. Nee, kut. Huh? Wat is dit? Oh, die gravel. Oh, dat lijkt dus zoveel op elkaar. Hè? Nou, ik kan hier in ieder geval 20 van maken. Hier ook 20. En dat is 24, dus ik heb alsnog... Kut! Nee, kut, sorry.
kan ik het straks weer allemaal opnieuw erin gaan doen. Fuck it, zo. Opnieuw. Up. Up, up. Zo. Oh, oh. Nee, ja, zo. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik weet ook niet wat ik daar al doe. Zo. Nou, dat ging al sneller als de vorige keer. Of dan de vorige keer. Ik vul. Gramma nazi's hier allemaal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. En dan redstone. En dit. En dan doen we gewoon bots. En dan hebben we 20. Nice. En dan even zo. Bots. Pop, pop, bots. En dan bam. Dan hebben we 20 sticky pistons. Zo. Dat was opgave 1 van deze hele, van dit hele gedoe. Oké. Eerst eventjes alles wat ik niet nodig heb. Daar valt dit zonder. En wat nog meer. Die kan daar. Die heb ik ook niet nodig. Die op zich ook niet. Die ook helemaal niet. Voordat ik alles in de fik ga steken. Dat. Hey, dat is dat van het nette spul. Oh ja, ik had ook sugar canes wat ik even weer erbij geknipt. Dus daar kunnen we zo meteen misschien, als er nog tijd voor is, nog zo'n extra crafting ding van maken. Crafting ding. Crafting ding. Oké, sorry. Dit eten hou ik bij me, want dat is meestal wel handig. Want deze jongen, die heeft soms wel eens honger. En dan, nou, dit doen we maar hier, want ik heb geen flauw idee waar ik dat anders moet doen. Gravel, 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 hero. Torches, handig. Redstone, ja, ja. Oké, dan moeten we even de minen. Die daar zo, want daar hebben wij die gekke redstone. Oh ja, er zijn ook een paar creepers ontploft. Ja, er is veel gebeurd offline, mensen. Ik zat een beetje niet op te letten. Oh ja, en wat ook nog was, is dat mijn bibliocraft was gecrashed. Dus ik had al die dingen even opnieuw moeten maken. Wel een game mode, maar ja, goed. Boeit niet. Dus ja, heel veel gebeurt offline. Kijk, hier hebben we de teleportal. Oh, oh. Zo. Oké. Nee, zo. Juist hem. Oh, we hebben ook nog fucking veel kool. Nou ja, goed. Oké. Dat wordt echt, dit wordt echt lastig, joh. Ik ga gewoon een speedbuild erin gooien, ook al is dat zo vroeg. Want dan kunnen we in ieder geval nog die nether, dat netherhuisje een beginnetje maken. En het wordt niet echt een huisje, het wordt gewoon een kleine basis. Met resources en zo. En ik zit te kijken, wacht, hoe maak je dat ook weer? Een ender chest. Niet meer weg. Ender chest. Hier, ender chest. Ja, dat dacht ik al. Fucking veel obsidian en één Eye of Ender. Heb ik eigenlijk al zo'n Eye of Ender? Even checken. Gok van niet, want ik ben volgens mij nog in één keer een Enderman tegen. Ja, wel één keertje. Het was fucking irritant, maar... Nou ja, goed. Komt nog wel. Dus, nou, dan ga ik dan ook nog maar... Dan moet je er dan weer 2 van hebben. Dus dan heb ik fucking veel van dat spul nodig. Nou ja, goed. Komt allemaal goed. Kijk, ik wil het dus gaan doen tot als je over die pressure plates heen loopt, dat het dan boom, komen die pssst, en als je er weer uitgaat, pssst, gaan ze weer dicht. Snap je? Oké. Kut. Ik moet eerst nog even... Nou, trouwens, dat kan ook gewoon in mijn zitten hier. Deze. Bam. Oké, wacht, ik moet even kijken hoor, want... Ah, dit is kut. Ik pak er ook even veel dirt bij, want dat is makkelijker om even daaronder... Die shit te gaan werken. Ik zeg veel shit. Sorry. Sorry. Gewoon sorry. Zo, hoppa. Ik heb echt ziek veel dirt. Mooi, hè? Woop. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar ik doe nou even een eigen verzonnen challenge. Nou, eigen verzonnen. Het is gewoon essentieel tot dat gebeurt. Want het is veel makkelijker om het hier in mijn huis te hebben. Zo. Oké. Hier moeten we even alles naar beneden doen. Want hier komen volgens mij de pistons. En dan moet daaronder nog een rij... Voor de redstone. Kijk, en dan hebben we hier al gelijk het probleem, want er zit hier onder een cave. Maakt niet uit. Oké, we doen het hier precies hetzelfde. En we maken dit gewoon helemaal rond. Volgens mij zit het hier ook, als het goed is. Als mijn berekeningen kloppen. Ja. Gewoon een beetje graven. Zo, hier komt die andere dan. En boven moet het dan... Kut, wacht, daar heb ik helemaal geen rekening mee gehouden. Kut. Want hierboven moet het ook nog komen. En als ik hier weghaal, zit je op de... Oh, kut, ik had hem beter al helemaal naar beneden kunnen doen. Oké, wacht. Daar verzin ik wel iets op. Nee, kut, wat verzin ik daarop? Oh, fuck, waarom heb ik dat nou gedaan? Nee, die moeten dus 1 omhoog en dan ook nog gepowered worden met redstone. Kut.
Oké, wacht, ik verzin er hier wat op. Hierboven doe ik iets anders. Ik ga hier gewoon een plateau maken. Ja, dat doe ik, een plateau. Van één of twee hoog, weet ik veel. Hier een plateau. Zo, helemaal geen stress, hè? Stress, wat is stress? Ik ken helemaal geen stress. Hop, zo, hier zo. Nou, die mag mee. Die ook. Zo. Jij ook. Jij ook. Nog maar zo. Hier, kijk. En dan maken we hier zo een extra plateautje. Ziet er wel stom uit. Maar anders lukt het in de kelder niet. Zeg maar. Ah, kut. Daar had ik beter over moeten... Nee, wat fuck. Het is daar ook nog. Ah, wat doe... Oké, ik ga World Editor erin gooien, mensen. Ik ga het even helemaal naar beneden World Editor. Sorry. Dit is even een klote. Wat doet dit? Dan moet ik ook nog World Edit gaan vinden als mod zelf. Nou ja, maakt niet uit. Mensen, sorry, ik ben zo terug. Ik moet heel even World Edit en dan ze ingooien. Blijf hangen. Ook al is het maar 1 seconde. Tot zo. Oké, het gelukt. Hij is eentje naar beneden gegaan. Je ziet hier de geschiedenis. Maakt niet uit. Goed, zo. Hij is nou een stuk verder naar beneden. Eigenlijk gewoon 2. Kijk, hier stond hij normaal op deze hoogte. En nou zit hij 2 naar beneden dus. En ik heb het hier even getest met die... Oh, fuck. Ik heb het even getest met die pistons die ik eigenlijk even moet weg... Maar die ik gewoon laat staan, omdat het een cadeautje is, hè. Omdat ik nou net al die shit heb moeten doen. Waar is mijn schep eigenlijk? Ah, hier. Zo, en als het goed is zou het nou moeten werken. Als het goed is. Dus zo zeker ben ik ook weer niet, maar... Nee, wacht, hier moet hij nog verder naar beneden. We gaan gewoon door waar we gebleven waren, hè. We gaan gewoon door met het aanleggen van dit gekke systeem. Dat hopelijk wel gaat werken, anders vind ik het echt kut. Anders zal die moeite voor niks. Maar dat gaat sowieso lukken, want ik weet precies hoe ik het wil hebben. We gaan eens even connecten met elkaar allemaal hier zo. Die stukjes. Zodat we zometeen gewoon makkelijk kunnen redstonen. En voor de mensen die geen verstand hebben van redstone, niet getreurd. Ik doe toch een speedbuild, dus misschien dat je de logica ervan in gaat zien. Ik ben zelf ook niet de grote pro met redstone, hoor. Daar hou ik niet van, maar... ik weet wel ongeveer hoe je simpele dingen als dit kan doen. Dus, tot je het even weet. Oké, hier zitten... Ja, we zijn bijna rond. Hè? Nice. Ja, toch, het is wel een handige mod die ik er nou in heb zitten. Een of andere X-command of zo. Dat is een makkelijkere versie van single-player commands. Ik had eerst single-player commands erin gezet, maar dat werkte niet op de een of andere manier. Dus, makkelijker wat ik nou heb. Want hierop deed hij het wel. Oké. Even zo... Hoppa, oké. Nice. Goed, zijn we helemaal rond. Tot hier, ongeveer. Dan zal ik hier alvast even de pistons neerzetten. En hier. Gewoon eerst beneden beginnen. Die zijn het makkelijkst. Hop. En... Boom, boom. Hier moet ze trouwens wel even... Zo. Want, kijk, eigenlijk moet er hier ook nog een rij. Want je moet zeg maar met van die repeaters gaan werken. Anders werkt het niet. Kijk, het kan ook wel anders, maar met repeaters die zo hier naartoe wijzen, dat is het makkelijkste. Op dit moment. Dus dat ga ik doen. En ik denk dat we even wachten nog, hoor. Want ik wil eerst even alle pistons op hun plek hebben. Hier moet er ook nog even de laatste 2 pistons. En maken we nog even een gangetje naar de pressure plates toe. Die ga ik... hoe ga ik dat doen? Ik ga ze denk ik aan beide kanten connecten. Want dan gaan ze allemaal... Als het goed is... Hè? Dus als het goed is... Gaan ze dan alle 2 tegelijk aan. En ik weet nou niet of ze... Oh, ik moet het zo doen. Ja. Hier zitten ze. Dus hier komen de redstones te liggen. En als het goed is... Ik weet niet of je het kan zien hoor. Maar als het goed is, als ik hier naar op ga stappen... Dat ga je niet zien. Dat maakt niet uit. Ja, wel als ik het zo doe. Als ik hier op stap, gaat het aan. Nice. Dat is hoe we het hebben moeten. Auw. Oké, mensen, dan ga ik nou even de speedbuild starten. En dan, als het goed is, hebben we hier over een paar minuten. En voor jullie echt nog minder minuten. Een heerlijke kleine nieuwe ruimte. En dan gaan we daar dus alle spullen naartoe verplaatsen. En dat wordt ook een kawaii. Dus, blijf even kijken. We gaan de speedbuild starten binnen nu. En 10 seconden, 3, 2, 1. Dat is 3 seconden, maakt niet uit. Nu! Timo heeft te veel tijd gestoken in het maken van dit stomme bouwwerk. Dus vandaar deze overgang naar een hele chagrijnige Timo. Oh ja, 40 minuten later. Dit spul is echt verschrikkelijk kut om te doen zonder game mode. Oh.
40 minuten bezig geweest. Alles pimpelt. Oh my god. Oké. Er zal waarschijnlijk wel ingeknipt zijn, maar ik ben dus 40 minuten bezig geweest. Alles pimpelt. Dat komt er onder andere omdat ik dus die twee van die klote pressure plates had staan. En ik er toen achter kwam van, oh ja, fuck. Die houden dat signaal niet vast. Dus toen heb ik op YouTube helemaal lopen zoeken hoe dat moest om dat signaal vast te houden. En toen kwam zo'n kut video en die snapte ik geen fuck van. En dat heb ik dus proberen na te bouwen en dat lukt allemaal niet. Dus toen dacht ik, fuck it, ik doe maar een lever. En toen is maar een lever geworden. Hey, zo. Bam. En toen kwam ik er ook nog eens achter dat die pistons boven zitten. Dus dat ik hier niet twee van die kisten kan doen. Dus er zijn er maar één gewoon. Dus dan ga ik hier de labels verpakken. En Oké, goed. Fuck. Yes. Oké. Kom. Terug met die kutkist. Oké. Goed. Zo is het dus geworden. Oh, jongens. Ik ben echt kapot. Oh. Zo, even drinken. Even drinken. Sorry. Het is gewoon niet te doen zonder game mode. In één keer goed. Oké. Nou, en dan komt nou het leuke werkje. En dat is... de kisten verplaatsen. Hier komen sowieso de tools. Dus... kisten verplaatsen, wat zeg ik? De shit verplaatsen in de kisten. Uit de kisten. Nou, hier doen we dan lekker deze spullen. Ja... Ik ben echt moe. Oh ja, ik heb ook hier en daar even gecheat, hè. Heb je waarschijnlijk al opgevallen. Ga je waarschijnlijk ook reageren. Cheaten. Maar dat is dus omdat... dit is trouwens een tool. Dat is omdat ik dus... de hele tijd zat te kloten met repeaters of zo. En ik werd helemaal gek. Dus toen heb je dat maar gedaan. Hier komt de dirt. Koppelstone moet hier trouwens in. Ik heb nou wel van die grote kisten, dus eigenlijk heb ik niet eens zoveel nodig, want zoveel spul heb ik niet eens. Oké, dus hier komt de stad, hier komt dat. Hier komen de farm spullen en hier komt de over shit. Oké. Goed zo. Het is nacht. Ik ben echt kapot. Gewoon, ik heb fucking veel kisten, kom ik te gasten net achter, want ik heb deze ook allemaal nog gekregen. Ik heb allemaal nieuwe kisten gemaakt, terwijl ik die niet eens nodig heb, what the fuck. Oké, eerst jullie komen allemaal mee, ja. Oh, wacht. Oh ja, ik had een wolkist. Geen idee waarom, maar lang niet uit. Daar komen dus ook deze in. Zo. La 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 la. Even die anvil en zo even terugplaatsen. Ping. Oké, en deze. Zo. Oké, deze... helemaal vol met dit. Dat is ook overige. En die. Dat was het volgens mij. Hier komt de overige kist. Dus daar gaat dit allemaal in. Nee, kool, dat hoort bij... geen idee waar dat hoort. Redstone hoort ook bij overig. Nee, dit wordt de zeldzame kist. Dit wordt de... dirt komt ook gewoon daarbij. Hier, dat gaat hier gewoon bij. Fuck it. Toch grote kist. Tools. Overig. Tools. En hier komt zeldzame. Shit. En oars en zo. Oh. Hey. Wat was dat? In de bovenste stuk, hè? Oké. Maakt niet uit. Rennen, rennen. Ja, jullie allemaal mee. Lalala. Dan heb ik twee buckets water. Omdat ik waarschijnlijk één keer een bucket water had gemaakt. En ik er toen achter kwam. Oh wacht, ik heb er geen meer. En die ik dus blijkbaar nog wel had. Oké. Probleem opgelost. Rolling. Oh, dat is zo'n vervelende reclame. Nou, het is geen vervelende reclame, maar het blijft gewoon hangen. Dat rolling. Lalala. Alles ren. Kom op. En dan even poep, ja. Netjes, volgende kist. Oh, dit is echt de meest vermoeiende speedbuild geweest ever. Zelfs dat ding was nog makkelijker om te bouwen dan een fucking redstone. Kut redstone. Oh, ik heb zwaar veel dirt en zo. Allemaal mee. Weet je het nog, Zet? Of was het erg? Het was erg. Ah, pas op.
vast makkelijk. Ja, zo. Ja, ja, ja. Ik ben helemaal gek geworden, jongens. Ik ben helemaal doorgedraaid. Sorry. Rolling. Hey, die farm gaat ook al lekker. Nice. Zo, die mee. En dan kan eigenlijk die tools kunnen ook allemaal even mee. Hey, zwart. Hey, waar is mijn diamond pickaxe gebleven? Waar heb ik die gelaten? Kut! Ik was wel dood gegaan. Offline. Dus misschien... Nee! Oh, kut! Ik had het gezegd. Oh god, die span ik even opnieuw in die diamond pickaxe. Want wat er dus gebeurd is... Volgens mij... Uit mijn hoofd... Heb ik dat ding... In zo'n bibliocraft ding gelegd. Zeg maar zo'n ding voor aan de muur. En ik had dus ingelogd... Zonder bibliocraft. En is dus waarschijnlijk dat ding wat erin zat, is dus weggedaan. Dus ik span bij deze gewoon een nieuwe in. Want ik ben toch al de hele tijd aan het cheaten. Zo. Nee, maar dit is even zonde. En ik had hem al gerepaired, zo genaamd. Dus maakt niet uit, jullie snappen dat wel. En anders gaan we eens lekker zeuren, want ik ben toch helemaal niks. Ik ben helemaal depressief geworden door dit. Heb ik nou eigenlijk alles? Ja. Nice. Nou, ga ik gelijk met die pickaxe maar eventjes deze dingen meenemen. Dat doet wel, man. Weet je, ik doe het zo meteen wel als ik die axe heb. Die axe. De pickaxe. De pickaxe. De pickaxe. Wop. Wop. Ja. Overige kutkist. Overige kutkist. Duidelijk. Zo. Eigenlijk moet er hiernaast ook nog iets, hè? Nee, fuck it. Ik ga die dingen van Bibliocraft gewoon wegdoen. Ik weet al hoe ik het ga doen nu. Ik vind die andere dingen veel mooier. Die hier van, waarom zit die daar? Die van Minecraft zelf. Zo. Die. Nul. Oh, nee, kan ook. Set item. Nee, clear. 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 Set item. Set item. Nee, clear. Die dingen zelf. Die fotolijsten. Of wat zijn het? Die vind ik veel mooier. Niet die. Maar die andere. Ik weet eigenlijk niet wie die maakt. Ja, die. Item frame. Ah, weer letter nodig. Oké. Sticks. Niet genoeg. Maar maakt niet uit. Ladder. 2, 4, 6, 8, 10. 10 nodig. En ik moet hier eigenlijk ook nog ergens een crafting table. Die maak ik hier wel gewoon. Doe ik hier zo in de muur zo. Maar nu staat hij nog boven. Dus. Lalalala. Die allemaal even zo. En dan zo. En dan moeten het 10 worden. En dat worden er sowieso geen 10, maar dat maakt niet uit. Zo. Zo. En dat wordt helemaal niks. Dat wordt niks. En dan doen we deze hier zo. Bam, bam. Maar dan moet zo. Deed het ook weer? Hoe deed het ook weer? Hoe doe je er ook weer dingen in? Ah, zo. Ah, waarom gaat er hier niks in dan? Ha, bam. Ah, ja, lalala. Wow, ik ben al een beetje donker. Maakt niet uit. Oké. Dat. En dan weer naar boven. Voor die item frames. Ja, nee, niet die. Deze. Mogen allemaal sticks worden. Hey. Het mogen allemaal item frames worden. Maar dat worden ze niet. Ik hoef hier nou nog maar 1, toch? Zo. Ja, 8. Zo. Kijk, en doe zo. Ja, la 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 la. Gaan we naar beneden weer. Ta 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 ta. Alsjeblieft, alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft. En alsjeblieft. Kut. Alsjeblieft. Zo. En dan,
Moeten we even al die item frames van daar weghalen. Maar dan moeten we even deze hebben. Want dat gaat toch net iets makkelijker. Nee, dat moet daarbij. Dit ook. Oké. Okay. Ik ben nou echt al een uur bezig met opnemen. Van hey, Survival Island. What the fuck? Oké, ik zal normaal doen. Sorry mensen. La 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 la. En dan naar beneden. Ik vind het heel raar, want volgens mij moet je dus eerst hangen. Oh, kan dat niet? Of kun je daar alleen maar bloks in doen? Want dan moet ik dus wel deze shit gaan gebruiken. Nee, hè? Die shit bukt hem hard. Wat doen die dingetjes? Waarom bukken ze zo hard? Want je kan er toch ook een pickaxe in doen en zo? Wortels. Die doet hij dan weer wel. Ah, weet je, anders span ik gewoon zo'n gekke oor in. Hey, fuck. Anders span ik gewoon oors in, dan weet je sowieso dat het daar is. Okay, ik zit toch continu te cheaten, dus waarom nu ook niet? Oké, we doen eerst deze maar. Dat werkt ook niet. Appel. Waarom werkt dat niet? Is dat een bug of zo? Wat zit er hier voor blok in? Een emmertje. Heb ik nou voor niks die... Oké, ik wil gewoon item frames. Het is gewoon karma dit. Nee. Met een lege hand erop klikken. Zo. 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 Nee, wacht. Zo, uiteraard. Uiteraard! En dan daar Dat. En dat. Kijk eens wat mooi. Ah, ik doe het gewoon zo, joh. Hey, fuck dit. Ik weet ook niet wat ik wil. Ik weet echt niet wat ik wil. Ik ben echt gewoon gestoord. Nee, dat hoort niet. Het regent. Zonnestralen. Even rustig ademhalen. Zo, heb ik daar ook weer niet genoeg van natuurlijk. Hey, die heb je daarvoor nodig. Dat weet ik. Oké, hoeveel heb ik er nog nodig? 1, 2, 3, 4, 5. 5 van die kutdingen. Oké, ik hou op. Ik doe alweer gewoon aardig. Zoals jullie me kennen. Ik ben gewoon moe en chagrijnig, omdat het net de hele tijd niet lukte met dat redstone. Oh, dan ben ik, dat ik daar ook niet meteen mee ben gestopt. Ik zat echt gewoon te mindfucken, mijn brein ging gewoon pijn doen, omdat ik niet wist wat ik aan het doen was. En nog ging ik ermee door. Ah, dat heet doorzettingsvermogen, Timo. Ja, dat weet ik, maar het is gewoon stom tot ik dat deed. En dan heb ik ook gewoon voor niks die klote dingen lopen maken. Oh. Nou, hier gaat die in, die. En die moet er ook even eentje van hebben. En als ik dan toch bezig ben, gelijk ook zo een. En zand uiteraard. En doe er nog maar een glasje bij. En die is ook wel leuk. Zo, jij komt er hierbij. En jij gaat dan zo, en dan zo, en dan zo. En dan is die ook weer mooi. En dan weer tools. Welke gebruik ik niet meer? Die zal ik nooit gebruiken. Die gebruik ik amper nog. Oh, dit zijn nieuwe tools. Ah, haha, ja, die had ik ingespand. Ah, mooi niet. Zo. Is ook mooi. En natuurlijk nog een zwaard. Maar die hou ik. Nee, een arrow is wel leuk. En een torch, die zit er ook in. En natuurlijk een flint en steam, maar die ga ik niet doen. Dus ik doe wel
Die hele lege pijlenboog, ja. Kan dat eigenlijk wel? Ja, natuurlijk kan dat. Dat is dus het voordeel van die mod. Hier kun je al die nieuwe gekke dingen in doen. Had ik al een torch gedaan? Ja. Ziet er raar uit. Doe wel zo. Nee, ik doe deze omdraaien. Het is... Nee. Het is pijl en boog. Zo. Ja. Dan hebben we hier de gekke zeldzame shit. Goud hoeft niemand te zien. Dus die doen we er ook gewoon in. En een lapis uiteraard. En een goudblokje. En een die. En ik zou er ook graag nog een diamond in doen. Maar dat heb ik niet. Dus dat doen we het niet. Hé, hey, als je er één doet, dan zijn ze gewoon groot. Nee, maar met drie is leuker. Goud zit er al, dus zo. Dun, dun. En doe hier met iron. En goud. En meer heb ik niet. Jawel, ik heb nog wel iets. De redstone doe ik daar ook gewoon in vanaf nu. Ik heb geen eens was. Oké, ik ga nog even naar de maan. Ja, doe ik zo meteen. Die is gedaan. En hier gaan de wol in. Rood, wit, blauw. En appel hoort daar niet. Piston shit en flint shit. En netherrack. Yeah. Die gaat mee, want dat is redstone. Dat hoort daar nou sinds kort niet meer. Dit hoort hier ook. Dit is ook overige shit, dus dat gaat ook hierin. Dat gaat daarin. Dit moet naar de zand, dus dat is hier zo. Dat gaat erin. Waarom ben ik nog steeds bezig? Ah, ik ben er wel. Oh, godverdomme. Ik moet even snel zijn. Even snel die redstone halen. En dan ga ik afsluiten. Want dan ga ik slapen of zo. Of buiten liggen. Want het is wel lekker weer daar buiten. Of nee, het gaat zo regenen volgens mij. Net als hier. Het regent hier nou ook. Even naar binnen. Nee. Ik heb ook vakantie, dus ik slaap echt. Hé. Huh? Oh, dat had ik gedaan, ja. Dat zie ik nou pas weer. Ik heb ook vakantie, dus ik slaap echt ontiegelijk lang uit. En ik doe bijna niks met mijn dag. Dus daarom ben ik zo fucking moe. Moe van het niks doen. Zo, allemaal mee. Hoeft hij eigenlijk ook helemaal niet. Waarom zit het hier eigenlijk al de hele tijd? Heb ik gewoon niet eens nodig. Rennen. Bijna klaar met aflevering. Ga ik even lekker slapen. Oh wee, als ik nou zo meteen terugkijk. En het is niet opgenomen. Want dat wil ook nog wel eens gebeuren. Dan ben ik altijd heel depressief als dat gebeurd is. Oh, die zijn wel heel dicht op elkaar gegroeid daar. Hé, hey, ze zijn nou trouwens alweer gegroeid. Het hele eiland was nog leeg aan het begin van de aflevering. Moet je nagaan hoe lang ik al aan het spelen ben. Oh ja, hier. Nou, eerst hier dan even weg. Zadel hoort er ook wel bij, dat hoort er ook bij. En nog één redstone. Die weg. En dan echt. En dan die nog weg. En dan zeg ik mensen, bedankt voor het kijken naar deze ontiegelijk lange aflevering van Survival Island. Waarschijnlijk heb je niet afgekeken en luistert helemaal nog niemand meer naar dit stukje. Maar dat maakt niet uit, mocht je luisteren, bedankt voor het kijken. Doe extra veel duimpjes omhoog, omdat ik me ontiegelijk veel heb uitgesloofd. En ik ontiegelijk zeg in deze aflevering. Ik heb ook heel veel shit gezegd, dat spijt me allemaal daarvoor. Maar het zat allemaal even niet mee met het bouwen. Maar het eindresultaat mag er wel wezen. Laten we nog even één keer kijken naar hoe mooi het is geworden. Dit is de nieuwe kelder. Die andere ga ik helemaal dichtgooien, want die is leeg. Deze is mooi. Deze. Misschien dat ik offline nog ga kijken of ik het met van die pressure plates ga doen, maar ik denk dat het er niet in zit. Mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer op het gamekanaal, abonneer op de show. Dat doe je in de beschrijving tegen volgen op Twitter. Laat een challenge achter. En wie weet kom je dan op dat leuke challenge portaal zo. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!